ik begrijp de bezorgdheid in ieder geval. Er zijn veel misverstanden over het virus, laat me dat ook gelijk zeggen. Er zijn meer dan 30 verschillende soorten coronavirus. De meeste van die virussen vinden we alleen maar bij dieren. Er is van oudsher een viertal coronavirussen dat ook bij mensen voorkomt. En er is de laatste jaren is daarbij gekomen het SARS-virus, het MERS-virus en nu dit nieuwe virus. Al die bekende virussen die bij dieren voorkomen, die maken eigenlijk niet echt erg ziek. En die vieren bekende bij mensen zijn eigenlijk gewoon verkoudheidsvirussen. Die komen voor in het noordelijk halfrond in de winter en in het voorjaar. Dat zijn verkoudheidsvirussen waar mensen wel verkoudheidsklachten van hebben, maar die niet ziek maken. Diezelfde virussen die circuleren ook in Suriname. Dus als wij onderzoek doen naar mensen met luchtwegklachten, dan vinden wij heel vaak één van die vier bekende virussen ook in onze diagnostiek. Het probleem nu is, we hebben te maken met een nieuw virus. Dat virus, dat is een virus dat meer ziekmakend is dan de bekende. En dat, ja, dat is nu aan het circuleren, met name in China, maar het heeft ondertussen ook andere landen bereikt. En ieder land bereidt zich daarop voor. En ook Suriname is zich daarop te voorbereiden dat een geval zich voor kan doen. En toevallig hebben we vandaag een casus gehad waarbij een patiënt verdacht werd van het virus doordat hij contact had gehad met een vriend die uit China was overgekomen. We hebben diagnostiek gedaan en het bleek om een griepvirus te gaan en niet om het coronavirus. En dat is een totaal ander virus. Maar de verschijnselen kunnen hetzelfde zijn als bij corona. Vandaar ook de mogelijkheid dat je je daarin vergist. Dus op dit moment hebben wij in Suriname nog steeds geen enkele patiënt met dit nieuwe coronavirus gevonden. En influenza circuleert ook op het moment in Suriname. Dat betekent dat wij verschillende patiënten al hebben opgenomen met influenza. Alleen vandaag alweer. Dus het is niet zo eenvoudig om dat onderscheid direct te maken. Maar de bezorgdheid die de mensen hebben voor dit nieuwe coronavirus is op dit moment dus nog niet echt gerechtvaardigd. Dan is er ook nog iets te doen geweest om een tweede patiënt, bij wie wij wel een coronavirus hebben aangetoond. Maar zoals ik daarnet al heb aangegeven, dat is een van die vier onschuldige verkoudheidsvirussen. En dat vinden we heel regelmatig. En in de meeste gevallen heeft zo'n bevinding ook niets te maken met het hele ziekmakende beeld dat die patiënt op dat moment vertoont. Dus dat is niet een veroorzaker van het ziektebeeld waarvoor die patiënt ligt opgenomen, maar veel meer een bijkomstige bevinding. En dat is ook bij deze patiënt geweest. We vinden een coronavirus, maar het is een van de onschuldige verkoudheidsvirussen. En er is dus geen enkele relatie met dat nieuwe coronavirus waar men zich nu zo bezorgd over maakt. Dus het vinden van een coronavirus op zich in de diagnostiek is niet uitzonderlijk. Het probleem is dat het woord coronavirus nu al direct de mensen triggert. Van jongens, het zal wel het nieuwe virus zijn. Maar dat is absoluut dus niet het geval. Op dit moment is er absoluut nog geen reden voor paniek. We hebben nog geen enkele patiënt gevonden in Suriname die het virus, nieuwe coronavirus, bij zich draagt. Er is dus ook geen verspreiding in Suriname. En op dit moment zijn de maatregelen dus zodanig dat bij een patiënt die zich voordoet, we eigenlijk direct actie kunnen nemen. Mensen, we hebben meer dan 30 coronavirussen die we kennen. Zeebiefde is ziekisma, maar meestal met verkoudheid. Waarvan 3 van ze ernstig kunnen aflopen. En dokter IJzerman heeft ook al aangegeven wanneer dat slecht kan verlopen. Dat zijn bij de risicogroepen. We willen nogmaals benadrukken aan de gemeenschap met Beguno. Zetten jullie geen vals nieuws op media. Verspreiden jullie geen paniek. Het is nergens voor nodig. Nogmaals, het novel coronavirus, 2019 novel coronavirus, kan Suriname ook binnenkomen. Suriname is niet immuun daartegen. We hebben grenzen, we zijn ook open. Het kan naar binnenkomen. En dat heeft niets te maken met een falend beleid van het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie van Volksgezondheid probeert het zoveel mogelijk te beperken. Want gaat u me zeggen dat de overheden van Finland, Canada, de VS, Frankrijk, Nederland, de Arabische Emiraten, Filipijnen, Japan, etc. allemaal hebben gefaald? Het is een virus. Een virus verspreidt zich gemakkelijk.
zoals dokter IJzerman ook heeft aangetoond. Het is niet echt ziekmakend. Dus het is maar een ziekie. Die vier boom noffel om niet naar de dokter te gaan en te zeggen van, weet je wat, ik ga gewoon naar het werk, ik blijf thuis. Precies zo ook als het novel coronavirus Suriname binnenkomt, kan dat ook het geval zijn. De besmettingen zijn snel, omdat die juist niet ziekmakend is. Het is belangrijk uiteindelijk wat wij als gemeenschap gezamenlijk gaan doen. Hoe gaan wij het gezamenlijk aanpakken? Wat gaan wij met z'n allen doen? Nogmaals aan de gemeenschap. Het ministerie van Volksgezondheid erkent haar verantwoordelijkheid en neemt die verantwoordelijkheid ook. Maar we vragen ook aan de gemeenschap om die verantwoordelijkheid te nemen. Geen paniek zaaien. Want het is achter, we kunnen de mensen juridisch achtervolgen daarvoor. Vervolgen daarvoor, excuus. Alsjeblieft geen fake news zetten op de media. Het veroorzaakt alleen maar paniek. Wanneer er een bevestigd novel coronavirus geval in Suriname is, zullen wij dat ook bekendmaken. Het ministerie van Volksgezondheid heeft maatregelen getroffen om deze mensen op te kunnen vangen. Als mensen ziek mochten worden, hoe de behandeling eruit gaat zien, waar ze opgenomen gaan worden, hoe we gaan testen, hoe we de mensen verder begeleiden. En belangrijk is dat mensen alle hygiënische maatregelen in acht nemen. Blijf je handen wassen. Was de anu, drie anu. Dan gaan we een wegwerpdoekje. Gooi dat weg. Als je niest of hoest, doe dat in een wegwerpdoekje. Of doe dat in je elleboogplooi. Of maak je handen op een cup als een cup om je mond heen. Was je handen daarna. Blijf in de buurt van mensen met griep. En vooral voor de risicogroepen, hou er rekening mee. Dus itewan lisi. We hebben twee casussen nu in het academisch ziekenhuis. Laten we de mensen ook de privacy geven om niet te veel over hun medische status te vertellen. Maar wat we de gemeenschap wel kunnen uitleggen, is dat novel coronavirus 2019 nog geen bevestigd, nog geen vermoedelijk, nog geen verdacht geval is gemeld bij het ministerie van Volksgezondheid of BOG. De arts-bioloog, de specialisten ook in het ziekenhuis zijn allemaal ook alert. Mocht dat het geval zijn, gaan ze het doorgeven. A coronavirus dis kako nasranang. A kasikun alamala. Maar dat wil nog niet zeggen dat we er aan dood gaan. Laten we elkaar ook blijven informeren. Kot op internet. Alles maar op een smartphone. Kot op internet. Lees die. A informatie de. If you got Wikipedia, ik kan lezen informatie ook toe. Er is genoeg informatie op het internet om je te scholen over omikron coronavirus de, soort van de. De reden waarom het coronavirus zich zo gemakkelijk verspreidt, is omdat niemand in de hele wereld afweerstoffen tegen dit virus heeft. Dat betekent dat iedereen ziek kan worden, iedereen kan besmet worden. En daardoor verspreidt het zich ook zo snel. En met name in China zie je natuurlijk nu een enorme verspreiding. Maar tegelijkertijd is het virus niet zo virulent. Met andere woorden, is niet zo ziekmakend. Het is maar een klein percentage van de mensen dat ziek wordt. En maar weer een heel klein percentage van de mensen dat zo ziek wordt dat ze in het ziekenhuis worden opgenomen. En we roepen nu dat de mortaliteit, de sterfte, 2% is. Maar dat is, die 2% is van de mensen die nog worden opgenomen in het ziekenhuis. Die zich melden met ziekte. Maar er is waarschijnlijk nog een veel grotere groep die helemaal niet naar de dokter gaat. En dat is ook de reden waarom het virus zich zo gemakkelijk kan verspreiden. Omdat het niet zo ziekmakend is. Want als je een verkoudheid hebt, ga je niet zo gauw naar de dokter. En dat is met dit virus dus ook het geval. En daarom is het, verspreidt het zich snel. Maar van de andere kant is het ook een reden om niet zo in paniek te raken. Het is maar een klein deel van de mensen dat ziek wordt en maar een klein deel dat daaraan overlijdt. En dat zijn altijd mensen met een onderliggend lijden, mensen die oud zijn, mensen met een weerstandsstoornis, jonge kinderen. Die lopen het risico. Maar gezonde mensen die ervaren dit virus in de meeste gevallen als een gewone verkoudheid.